Ya, Bapak. Ayo kita lihat batas penentuan untuk titik. Iya, iya, boleh, Bapak. Karena kalau bendungan itu di bawah kan masih ya, banyak beberapa industri yang di atas. Vandaag zijn we in Majalaya, een industriestadje in het zuidwesten van de Bandung Basin. We zijn op zoek naar locaties om onze sensoren te kunnen plaatsen, zodat we informatie kunnen krijgen over de waterkwaliteit. We vragen hoe diep het water is. 1.5 meters. Hier stroomt het water echt veel te hard. En wat een zootje. Ook deze plek is niet geschikt. Tijd voor een bezoekje aan een NGO die een oplossing heeft gevonden voor het afvalprobleem. Dit is allemaal gerecycled materiaal. Leuk bedacht, toch? Dit is ook echt helemaal niks. Onveilig en veel te harde stroming. Dit is een interessante plek. Links komt water met kledingverf uit een industriegebied en dat mixt met schone water uit de landbouw. Je ziet maar weer hoe belangrijk het is om te weten wat er allemaal in het water zit. Nu we in het veld gezien hebben hoe de situatie is, wordt het tijd om iets te laten maken waaraan we de sensoren kunnen ophangen. Dat valt nog niet mee als je maar 10 zinnen Indonesisch spreekt. Na de bengkel las ga ik naar de bengkel kayu om bekisting te laten maken. De veelzijdige meneer van de bengkel las kan ook beton maken en hij belooft om de sensoren netjes op kantoor af te leveren. En dan is het tijd voor een veel preciezer klusje op de Technische Universiteit. De sensoren moeten gekalibreerd en getest worden voor gebruik. Now we calibrate the third sensor. First I export the calibration files. En dan doen we nog wat experimentjes. Eindelijk is dan de grote dag aangebroken. We zijn terug in het rokerige Majalaya om de sensoren te water te laten. Maar eerst moet er onderhandeld worden over de vergoeding voor de lokale community. This is the zero line. Duct tape, tire rips en beton. Wat wil je nog meer? En daar gaat hij dan. Zelf durven we het vieze water niet in, maar voor de lokale bevolking is het heel normaal. Eigenlijk zit de sensor iets te dicht bij een uitlaatpijp. Maar de mensen vinden dat dit de plek moet zijn, dus ik waag het er maar op. Nog even de dwarsdoorsnede van de rivier opmeten. En dan op naar de volgende locatie. Uiteraard meten we ook de stroomsnelheid even op. Maar dat gaat wel een beetje provisorisch. Twee weken later kleurt het water rood in plaats van grijs. We zijn weer bij de Rainbow River om de sensordata uit te lezen. Deze man lijkt zich niet zoveel aan te trekken van de verflucht. You see, the problem is garbage on the device. Er zit inderdaad heel veel troep om de sensor. En als je goed kijkt, zie je het sediment. Schoonmaken dus. Na
Na het uitlezen van de data wordt de sensor teruggeplaatst. En wij gaan op naar de volgende locatie. Hallo. Het ziet er misschien idyllisch uit, maar het is snikheet en je wordt lek gestoken door de muggen. Ja, moet dat die hand apen, Thomas? Ja, die hand apen. Ja, je moet You see also the day-night pattern in the connectivity, but it is, of course, it's temperature-dependent, the connectivity. Zoals je net gezien hebt, is het water enorm troebel. Het voordeel van al dat kleiachtige sediment is dat je er redelijke bakstenen van kunt maken. Bi, die camera, Bi. Op naar onze derde locatie. Hoewel het er hier ook niet fris uitziet, is het water hier bijna 10 graden kouder en ongeveer 5 keer minder zout dan midden in het industriegebied. En dat soort gegevens, dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Hopelijk kunnen we zo een klein steentje bijdragen aan het verminderen van kinderleed als gevolg van huidziekten. En het poesje? Dat is gelukkig met de schrik vrijgekomen. Yeah.